Deze highlights worden u aangeboden door Hotels.com. En Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Mooie opening, Azpilicueta, de captain. Kan een goede voorzet trappen, het is een goede. Nee, het is te hoog voor Romelu Lukaku. Danilo kopt weg. En Kovacic met een schuchtere poging, zal ik maar zeggen. De eerste in de wedstrijd. Zou er ook zijn naast gegaan. Mateo Kovacic. En de eerste corner. Ja, verrassend. Lukaku en Chesney in twee keer. Nou ja, soort ingestudeerd nummer toch. En Lukaku kon niet echt vol de bal raken. Daar gaat Chiesa. En hij is vertrokken. Hij heeft de steun van Bernardeschi. Rüdiger komt wel terug. Chiesa. Ja, dat was een alleraardigste poging. Maar Bernardeschi zegt, speel die toch breed. Daar staat hij met de armen wijd. Ik had het niet gezien, zegt Chiesa. Bernardeschi. Goeie bal binnendoor, Chiesa. Ja, het was iets tussen proberen trappen in de draai en meegeven met Cuadrado. Terwijl uiteindelijk mossel nog vis. Rabiot. Een schietkans en een mooie bal. Maar Mendy wel in de buurt van deze voorbij zoevende knal van Adrien Rabiot. Cuadrado of Bernardeschi. Bernardeschi knalt hem. Is het op de rug van Bonucci? Dat dacht ik ook. Dat dacht ik ook. Ja, dan sta je in de weg. Bij Chelsea. Chiesa heel ver voorin op de middenlijn om Christensen daar achterin te houden. Silva met de voet. Afgeblokt. Eerst het hoofd, dan de voet. Opgepikte bal door Ziyech. Voilà, we zijn eraan begonnen. En de eerste keer al Chiesa. En de goal! Chiesa! Na nauwelijks een handvol seconden na het voorbereidende werk van Dybala. En de beste man eigenlijk bij Juve scoort hier al meteen. En zet het Juventus Stadium in lichterlaaien. En Chelsea zat nog in de kleedkamer, denk ik. Wat een makkelijke manier waarop ze daardoor wandelden. Dybala, Chiesa met zijn loopacties. En wat een afwerking. Ja, prachtig. Heel vooral dat. Ja, ja, vooral dat. Oké, misschien wat makkelijk aangespeeld. Maar wordt beloond voor een geweldige wedstrijd tot nu toe. Prachtige trap van Rabiot. Cuadrado, de kans voor Bernardeschi. Hij krijgt hem er niet in. Voorzet Christensen. En Havertz bijna. Lukaku, ja, daar was hij eindelijk een keer aan het eind van de actie. Eindelijk een keer bereikt, de kopbal was niet gekadreerd. Ja, nog Kulusevski. Keen die aanneemt. Ah, besluiten is moeizaam, want veel volk. Wie trapt de voorzet die Lukaku nodig heeft? Nee, nee. Kovacic. Kijk eens hoe ze er onderin vliegen. Barkley, Lukaku, dit is het moment. Oh, het trapt over. Dit was het moment voor Romelu Lukaku. Havertz kopte wel. Het is doeltrappen, denk ik. Nee, bal in de handen van de doelman.
Kovacic vrij aan de 16. Nee. Wordt geschept. En Chiellini haalt hem weg. Dat was bijna een dreigend misverstand. Ze hebben allemaal hands gezien. Kulusevski net niet snel genoeg bij Hudson-Odoi. Havertz. Dat was moeilijk wat hij deed. Maar kopte nog wel best oké. Okay. Daar komt de bal. Oh! Het was moeilijk om die laag te houden, denk ik. Deze highlights werden nu aangeboden door Hotels.com. En Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.